Yo, what up? This is your boy Demo. We zijn bij de auditierondes van Punch Out Battles. Ik sta met auditant M. Rich. En ben je dan ook echt rijk? Ja, rijk van bars. Ah, rijk aan bars. Dus dat is gelijk de vraag die ik je wou stellen. Wat voor soort battle MC je bent? Met veel bars dus. Ja, ik ben een beetje agressief, denk ik, als ik schrijf. Dat straal je niet echt uit? Of? Ja, nu nog niet. Maar straks merk ik het wel. Je bent een soort van Dr. Jekyll, Mr. Hyde-achtige type. Ja. Waarom heb je eigenlijk ingeschreven voor de Punch Out Battles audities? Omdat het me leuk is om te battelen. En ik wil nog verder gaan. Is dit dan ook echt je allereerste battle scene ding? Ja. En wat verwacht je er dan van, dadelijk? Dat het leuk is en dat van beide kanten vuur komt. Ben je niet bang dat hij onder de gordel gaat en allemaal dingen zegt die je eigenlijk niet wil horen ofzo? Nee, ik ben wel wat gewend. Ja. Bedoel je daarmee dat je veel gepest wordt of dat je veel battelt met je vrienden ofzo? Ik had een beetje gefreestyled, battled met mijn vrienden. Als je M. Rich voor de kijkers thuis die jou nu voor het eerst zien zou omschrijven in een paar korte zinnen, wat zouden die dan zijn? Hoe ik mezelf zou omschrijven? Hoe je jezelf zou omschrijven? Ik vind het altijd wel lastig om te zeggen. Vol met bars, in ieder geval. Dat. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? 17. En ik kom uit Abbenes. Hoe? Abbenes. Abbenes. Het ligt vlakbij Lisse. Okay. Ja, Lisse ken ik. Ja. Abbenes. Ja, ik sport soms. En ik ben redelijk fit. Okay. Heb je een beetje onderzoek gedaan naar jouw tegenstander? Ja, ik had een auditie gewonnen van hem tegen Joker. Okay. En, wat vond je van hem? Ik vond wel dat hij echt goed kon rijmen en zo, maar hij had niet echt een punchline of zo. Dus je hebt zoiets van, die guy sloop ik gewoon. Ja. Je bent nu heel lief, maar ik verwacht dat je dadelijk dan echt super agressief gaat zijn, hè? Want dat heb je me een soort van beloofd net. Ja. Jij gaat in de ring dadelijk super agressief doen. Ja, dan moet je zeggen, deze agressiviteit is voor Demo. Is dat een deal? Ja, dat is een deal. Oké, is goed, man. Een beetje Wenna Music. Ja, doe maar. Dit is M. Rich, a.k.a. Wenna Boosheid, toch? Ja, ja, toch. Heel veel succes dadelijk met je auditie, broer. Mijn naam is Demo. Dada. Ik sta naast auditant Dave en die heeft zich ingeschreven omdat... Ik heb vorig jaar ook al meegedaan en toen heb ik gezegd dat ik nog een keer mee zou doen. Dus ik doe nog Dat weet ik nog. Ja, dat weet je nog. Wat ga je dit jaar zeg maar doen, zodat je dit jaar wel door de league komt? Nou... Of in de league, moet ik zeggen. Als ik nu zeg maar kijk naar wat ik vorig jaar had voor Lines, dan durf ik niet eens meer met die tekst mee te doen. Maar vorig jaar, weet ik nog, heb ik je ook geïnterviewd. Ja. Dat weet je waarschijnlijk ook nog. Toen was je wel heel confident over je lines, toch? Toen wel. Maar nu, als je lines verbeterd hebt en je hebt meer geleerd het afgelopen jaar, dan weet je gewoon dat het gewoon flutterlines waren. Okay. En dat ik nu hopelijk betere lines heb. Je hebt dan dadelijk ook echt een tegenstander tegenover jou. Wat verwacht je daarvan? Het is geen acteur of zo. Het is geen... Nee, om eerlijk te zijn, niet zo heel veel. En waarom dan? Je hebt hem al onderzocht, stiekem? Ja, nee, ik kwam hem net tegen. Hij is wel gewoon chill en zo, maar... Je hebt dit. Ja. Ja. Dat gevoel heb ik wel, ja. Wat kunnen de kijkers van jou als battle rapper gaan verwachten? Ben je meer een joke over bars? Ben je meer een wordplay? Joke over bars, ja. Joke? Of zei je nou joke? Nee, jokes. Jokes over bars. Jokes over... Geen jokes, sowieso geen jokes. Nooit. Oké, meer jokes over bars. Jokes over bars, ja. Ja. En rijmschema's allemaal, ja. Okay. Stel dat het vandaag echt zo makkelijk en gladjes gaat als jij het nu doet geloven, zeg maar. En je komt uiteindelijk in de league. Tegen wie zou je jezelf heel graag willen meten? Een Prilek of een Zafko. Of, lekker simpel gaan. Een eentje die er net in is, zeg maar, van Zwollenaar. Gewoon laag beginnen. En, omhoog bouwen. Ja, ja, kijken waar we... Ik hoor heel veel mensen die beginnen gelijk van, ja, ik wil tegen Eerste Keus, tegen Insano. Gewoon lekker opbouwen, toch? Ja. Eerst tegen de lagere en daarna kunnen we kijken of we de hogere aan kunnen. En het begint allemaal dus vandaag bij de auditieronde. Ja. Ik hoop... dat het allemaal goed gaat. Ik wens je heel veel succes en wellicht tot in de league tegen Prilek of zo. Ja, toch? Ja. Yeah.